Ja, deze strikken die vangen eigenlijk op lopen. Ze moeten eigenlijk niet. Ze moeten een zekere snelheid hebben, die vossen. En ze moeten dus eigenlijk pas na twee stappen merken dat er iets om hun nek ligt wat langzaam dicht schuift. Hij begint het erop te lijken. Goede hoogte. Niks. Dan zijn we langs die. En dan staan er hier dus nog twee. En daar zit dus blijkbaar niks in. Niks. Vanochtend even niks. Op naar de volgende plek. Niks. 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 Maar we krijgen ze wel. Vandaag niet veel geluk. De ene na de andere lege burcht. Nergens zit de vos onder. Vos geschoren. Ik denk het ook, ja. Dan is het wel illegaal, ja. Want daar is het afschotgebied en niet daar. Ja, maar dat kon je toch niet verhinderen? Als ik nu die rechte rondte daarin had gedaan, dan de vos. Nee, maar dat gat zit verbonden met die en niet met deze. Te slim af. Hij is ons te slim af. Ja, dit is pure stroperstechniek natuurlijk. Zo. Het labeltje staat natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. En aan de andere kant staan de opdrachtgevers. Zodat als iemand onraad ruikt, dat hij denkt, het is toch goed werk. Nu weer bedekken. Hij zit in de dichtstbijzijnde klem. Wat een beest, hè? Nee, het is een steenmarker. Witte. Rustig, 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 rustig. Open die bek! Ja. Oké. Mannetje. Ik ga hem loslaten, jongens. Gaat-ie. Het is ook een soort waar het niet om gaat. De das. Ja, precies. Zo, ja. Oh. Ja, kom op. Zo. Dit is een veemarkeerstift. Als het goed is, blijft dat erbij zitten. Je weet het niet, hè? Als je hem nog een keer vangt. Hij is door, gelukkig. Een gedoe, zo'n sterk beest. Dat is toch gevaarlijk. Er is nog een pilsje. Een spaarhoed.
Kijk, dat is natuurlijk... Het is natuurlijk uiteindelijk is dat waar het om gaat. Hè? Je wil weten dat het afschieten van vossen... dat dat helpt om de predatie op hamsters te verminderen. Daar gaat het om. De politiek wil ook graag weten of ze... zeg maar, de kritiek die ze over zich heen krijgen... de moeite waard is. Hè? Heeft het effect dat we doen? Hè? Op de een of andere manier beter het te organiseren. Het effect van het wegnemen van vossen, dat staat buiten kijf. Ja. Dat is gewoon goed voor de hamsterpopulatie. Maar de mogelijkheden en de ruimte en wanneer doe je dat en op welke manier... dat is eigenlijk wat verder het onderwerp van precies. Dit onderzoek. Ja, ik hoor de vos grommen. Hoor de vos grommen. Daar liggen ze tegenover elkaar. Hoor je dat gegrommen? Ja, ik hoor twee beesten, ja. Ja, dat is de vos. Luisteren. Geweldig. Hoor je hem goed? Hoor je hem goed? Blaft hij nou of is hij nog aan het graven? Blaft hij nog? Ja, hij ligt voor de vos. De vos is naar voren gekomen. Luister maar. Dat was hij aan het blaffen. En dan ligt hij voor de vos. Nou, die vos gaat ook op en neer, hè? Hij blijft niet op ene plek, hè? Hoort de hond ook al wel gaaf en dan krijgt de hond versterking, dat weet hij ook, hè? Dan zal ze iets beter volhouden in de vos nou. Ik heb hem al. Kom maar, hier. Hij zit niet om. Helemaal hier. Hij zit los. Wacht, dat net even. Ja, maar de hond pakt hem. Laat je maar niet bijten. Ik heb hem echt goed van. Nou. Zo. Want nou bijt hij hoor, hij is heel boos nou. Wacht op de grond. Zo, neer. Zo hard hoef je nou aan te zitten. Als je mag in zijn nek. Hartstikke goed jongens. Oh, mooie vos, wat ben je mooi. Ik vind het altijd leuk om ze levend te vangen. Veel leuker dan doodschieten. Alles op zijn tijd. We hebben er een, zeg. Mooi, hè? Frans, wil je mijn zakdoek even uit mijn broekzak halen? Onder de overal? Wat, heb ik bloed op mijn lippen? Ja. Dit is de allereerste vos in Limburg die een zender krijgt. Dus dat is een wereldprimeur voor Limburg. Twee, hop! Dag, mooie vos. Dat was de eerste. Nou ben ik heel benieuwd waar zijn leefgebied is. Hij redt het wel. Nou, je moet wat moeite doen om een vos te vinden. Ja, daar is hij. Dit piepje. Je hoort nou piepjes harder en zachter worden. En we nemen altijd de richting van het zachtste signaal. Dan rijd ik snel naar een nieuwe plek en doen we het nog een keer en dan hebben we een kruispijn. Ik weet nou dat hij op 140 graden zat van waar we net stonden.
zit nou op 20 graden. Dan houden we hem op 140 graden. Dat is hier. Deze richting. Nu staan we hier. We hebben hem op 20 graden. Dat is hier. Daar zat hij nu net. Ja, zo zit je dan de hele nacht naar dat gepiep te luisteren. En je ziet geen vos. Alleen maar zet je een puntje op de kaart. Nog een puntje, nog een puntje. En al met al, als je dat een dag of een nacht of 4, 5 doet, dan heb je een aardig beeld van zijn vaste leefgebied, van zijn territorium. Ja. Het spoor van een vos in de sneeuw. Een vers spoor, want een uur geleden was het er al niet. Je ziet steeds maar één pootje. Zo. Maar in feite zijn dat afdrukken van twee pootjes. Namelijk, hij pakt zijn voorpoot, tilt hij op. En op hetzelfde moment stapt hij met zijn achterpoot in die afdruk van zijn voorpoot. En als hij normaal rustig loopt, dan zie je dus altijd maar één pootje naast elkaar tegelijk. En die voorpoot is iets groter. Kijk, hier stapt hij ietsje scheef. En dan kan je zien dat er twee prenten zijn. Dit is de afdruk van de voorpoot. En daaroverheen is hij met zijn achterpoot iets verderop gaan staan. Hij is niet echt gehurkt, maar hij heeft hier wel een mooie verse keutel geproduceerd. En die is in de sneeuw gesmolten natuurlijk door de warmte. Is een makker. Deze krijgt een zender en hij heet Jan. Hallo, je bent erbij. Oké, wat mij betreft kan die gaan. Gaat die hoor. Fantastische beesten zijn het toch. Nou, allereerst een kaartje van de verspreiding in Limburg. Het linker plaatje is zeg maar de vroege verspreiding, die jaren 70 tot begin jaren 90. En elk zwart vlakje is een vierkante kilometer. Dus dan kan je zien, elk vierkante kilometer in het zwart vlakje betekent dat daar hamsters aanwezig waren in het verleden. Of koolhoven. Ik gebruik liever het woord hamster. Het is eigenlijk heel snel gegaan. In minder dan 10 jaar tijd zie je die hamster van redelijk algemeen naar ontzettend zeldzaam duikelen. Dus in 10 jaar tijd gaat een beest met meer dan 90% gewoon in verspreiding achteruit. Hij holt letterlijk achteruit. En in 2002 zat net een eendje. Dat was de laatste hamsterwaarneming in 2002 bij Heer, bij Maastricht. Dat is natuurlijk ook positief nieuws. Dat zijn de donkere paarse balkjes. Sinds 2002 zijn we ook weer bezig het beestje terug te brengen, los te laten in het veld. Eind 2005 hadden we het dier weer voorkomend in 27 kilometer hokken. En nu 34, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Het diertje is nog steeds dus ernstig bedreigd. Hard en zacht. Zacht en hard. Hij zit midden in het hamsterreservaat, ja. Maar hier, kijk in dit hol, deze ingang of die daar. Die ingang. Hier hoor je hem vrij duidelijk, dus hier zit hij ergens. Daar is de ingang van het hol en hier zit hij ergens onder de akker. En hier vlakbij, dat is in het hamsterreservoir. Ja, die hamster zit ook in dit veld en in het volgende veld. Dus hij slaapt midden tussen de hamsters. Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat wij vossen volgen die buiten het hamstergebied leven. Buiten het gebied waar vossen worden geschoten. Zodat we kunnen kijken hoe die vossen reageren op het afschieten van hun buren hier. Maar ja, deze vos, ja, die hebben we er buiten gevangen. Maar het lijkt erop alsof die dus hier zit.
We weten nog niet genoeg van, maar of die hier tijdelijk zit of dat hij hier altijd zit. En hij loopt hier natuurlijk groot gevaar om geschoten te worden. Want ja, dat is de bedoeling, die hamsters een beetje te beschermen tegen de vossen. En is het nou zo dat je ook nu ook gewone vriezers ter beschikking hebt of niet? Dat is hetzelfde. Ja, ja. Want waarschijnlijk moeten ze dan toch wel vrij lang daarin zitten. Want voor ik aan snijden toe ben, zeg maar. Voor ik tijd heb voor de secties. Ja, ik denk wel meer dan vorig jaar, want de jagers zijn erg enthousiast begonnen. Ja, hij zit midden tussen de hamsters. Ja. Ik zal hem in mode even inlichten dat er weer eentje zit. Ik zal hem omkopen dat hij hem nog even laat leven. Maar hij zit in de eerste burcht vanaf de weg. Waar zit hij? Vanaf de Zandweg. Wat is de frequentie? Ja, dat zeg ik niet, hè. Die ga ik niet verklappen, want dan... wie weet. Zit er wel een hamster van mij en denk jij dat het jouw vos is? Ja, dat is de richting. Dat klopt. Mooi geluid. Ja, maar dit beest zelf is ook veel mooier. Veel mooier dan zo'n hamster. Dit zijn allemaal vossen die geschoten zijn in en om de hamster. Heel zijn vader. Deze komt uit het gebied Ambi en deze hebben ze met hondje uit een hol gejaagd en geschoten. Hier hebben ze 4 vossen geschoten op 1 dag. Met behulp van hondjes. Ja, en ze zijn bezig geweest, dat staat hier ook gewoon op. Van 9:30 's ochtends tot 4:30 's middags. Met 4 man. Ja, deze die gaan ontdooien omdat ze in die rare houdingen zijn bevroren. Waardoor ze ontzettend veel ruimte innemen. En we hebben met de opslag van vossen een beetje een ruimteprobleem. Dus ze moeten even ontdooien. Dan pak ik ze netjes en klein in en dan gaan ze opnieuw in de vriezer in afwachting van het onderzoek. Bij vossen hoort ontegenzeggelijk de dood, hè? Zou je wel zeggen, als je het zo ziet. Ja. Toch zijn er bij die kunnen het lang uithouden. Er zijn toch slimmere en minder slimmere vossen wat dat betreft. Er zijn wel vossen bij, ook hier, die een jaar of 6, 7, 8 oud worden. Als ze de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt, dan leven ze misschien nog 1 of 2 jaar gemiddeld. In zo'n populatie die bejaagd wordt. Ja. Maar die vossen reageren daar ook weer op met grotere worpen te krijgen. Meer jongen te krijgen. Naarmate je meer schiet, komen er gewoon meer jongen. Dus je bent een hamster kwijt? Ik ben een hamster kwijt, ja. 500 meter hier vandaan. En dan kun je direct in de omgeving gaan zoeken of die toevallig een andere burcht heeft. Of bij een vrouw op bezoek is die 100 meter verder zit of 200 meter verder. Nou, vind je in de directe omgeving niets. Dan is de eerste gedachte, laten we maar eens bij de dichtstbijzijnde vossenburcht gaan kijken. Of bij de dichtstbijzijnde buizeldnest. Nou, dat wordt nog een hele tour. Hier hoor ik niks, maar als ik hier luister, kijk, hier hoor ik hem goed. Kijk eens aan. Over geluk gesproken. Van de hamster is niks over, maar gelukkig laten vossen altijd de zendertjes liggen. Dat doen roofvogels ook, die eten ze eigenlijk nooit op. Ja, en dit is dus Sebbeman 191. Vorig jaar september gevangen, de hele winter gevolgd en nu gesneuveld. Kijk, hier heb je die oranje haren die de hamster heeft en die zo kenmerkend zijn. Hier zie je de nageltjes. Kiepen we hem om.
En dan probeer ik hem hier op het gat te krijgen. En dan trek ik het plankje eronder uit. En nu is de kunst, nu moet hij dat gat in de grond proberen te vinden. Ja, heeft hij het ontdekt? Ja, vloep weg. Ik heb nog maar een beetje stro dan. Kan hij daar nog een warm nestje van maken? Goed. Dan gaan we weer voor de geelgors. Nou, hier zit nog best veel leeuwerik en een geelgors nog, hoor. Ja, oh, mooi gat, mooi gat. Interessant, denkt hij. Wow! Jij ziet hem nog. Een vos eet ongeveer 500 gram gemiddeld per dag. Pond. Dus twee van die hamsters, nou, hartstikke goed per dag. Nou, die hamsters zijn er maar van april tot oktober, dus zeg maar 5 maanden. Omdat ze winterslaap, hè? Die, in de winterslaap zitten ze zo diep, dan kan een vos ze niet pakken. 5 x 3 is, hoeveel is het ook weer? 150. 150, dus 300 hamsters zou een vos, 1 individuele vos kunnen opeten. Nou, in zo'n hamsterreservaat zitten al gauw 4 vossen of zo. Dus dat zijn 1200 hamsters. In 1 seizoen. Nee, wat wij graag hebben is gewoon dat op die plekken waar nu hamsters zitten, dat daar even wat minder vossen zitten. Dat die hamsters even de kans krijgen om wat jongen te krijgen en die populatie een beetje op niveau te krijgen. Gewoon, ik wil gewoon wat meer aantal hamsters hebben. En ja, als je weet dat de predatie van de vos in het voorjaar erg hoog is en we kunnen daar 20% mee winnen, dan heb ik in ieder geval een heleboel hamsters meer. Ja, ik wil meer hamsters hebben, dus ze zijn voor hem. Ja, zo praat ik niet over die vossen. Het zijn hamsters en jouw vossen. En ik wil een beetje goed kijken hoe je praat met ze zijn. Denk het wel. Wat zou je kunnen vinden dan nog? Bloed. Een bloedspoor. Ja, precies. Dat zoek je. Ja. Maar wat zie je in je visie? Zie je hem vallen of zie je hem... Nee, dat zie je niet. Nee. Dat zie je niet. Dat gaat zo razendsnel natuurlijk. Ja. Ja. Kijken of we nog wat kunnen vinden. Ja. Dat wil dat je hem niet vindt. Dat is absoluut niet zeker dat je hem niet getroffen hebt. Nee, dat snap ik. En je moet hem ook altijd fatsoenlijk nazoeken. Voordat je zeker bent van je zaak. Kijk, kop van de haas. Is de rest van die haas. Helemaal afgekloven. Dat is ook het verschil met
hoe jonge vossen eten en oude. Oude die breken de botten, die eten eigenlijk alles op. Ja. En die jongen kluiven het af. Verpassen. En tussen die vosjes maar in doodsangst zitten. Wat gebeurt daar nou? Je hebt geen moeite mee. Tuurlijk. Ja. Onderzoek, hè? Nou, dan gaan die vossen naar het RIVM. Die krijgen dan lekker eten. En die groeien op. En dan gaan ze een paar proefjes met ze doen. Dan gaan ze kijken of die of dat vogelgriepvirus, of dat in de vossenpopulatie kan leven. Of die vos een rol speelt bij de overdracht van de vogelgriep. En anders zouden ze direct zijn doodgemaakt. Want we zitten hier midden in het hamstergebied. Het is niet de bedoeling dat daar vossen zitten in deze tijd, begintijd van de hamsterpopulatie. Ik ga vannacht een keer kijken. En dan morgenochtend. Er zit niks in. Niks. Ja. Je hoort die jongen blaffen. Er zit zeker iets in de kooi. Ja. Oh, ze zijn nog klein, toch? Hier zitten er minstens twee in. Ik red ze niet van de dood, maar ze hebben in elk geval nog een nuttige bestemming. Voor een korte duur, maar ik denk na een jaar krijgen ze toch een spuitje. Als de experimenten zijn afgelopen, dan worden ze natuurlijk toch afgemaakt. Zal met name zijn onderzoek toelichten de relatie de vos met de korenwolf. Hij heeft daar een voortreffelijk onderzoek gedaan, wat ook, laat ik zeggen, ons ondersteunt straks om in discussie met de politiek een bepaald beheer na te streven in relatie tussen vos en de korenwolf. Wat u hier ziet is een luchtfoto van het gebied rond Put. En elke stip is één peiling van die vos. Die vos die zat de ene week zat hij in deze hoek met Daneken. En andere week zat hij, of andere weken zat hij meer bij Zwijkhuizen. Het laatste deel van zijn periode zat hij vooral onder Put. En daar is hij toen per ongeluk door een van u geschoten. Maar we hadden daar ook een territoriale vos. Dat is de vos die u op de foto zag, vos Jan. En dan ziet u gelijk het verschil. Activiteit op een heel klein gebied. En in feite na eind mei nog zelfs maar alleen in dit gebied. En dat is maar 44 hectare. Die had een worp van 5 jongen. Die ook groot zijn geworden, voor zover ik weet. In elk geval, in juni waren ze er nog. Hier is iedereen nu. Dan gaan we de deuren dicht doen.
Want stel dat hij ontsnapt. Hé, hey, dus eerst één ding. Één ding. Mickey, luister eens. Mickey, jij mag hem vasthouden. En dan met twee handen. Zo, twee handen. Zo. En niet knijpen. Maar zo klein gaatje dat zijn kop er niet door kan. Begrijp je? En ik ga even kijken of het een mannetje of een vrouwtje is natuurlijk. Even een beetje draaien. Even kijken. Nee, kijk, het is een mannetje. Want hij heeft hier, kijk eens hier. Zijn zak, hier, met zijn balletjes. Het witte. En zijn piemeltje zit hier. Kijk, daar komt het druppeltje uit. Zie je wel? Ja. Ja. Hij gaat naar een soort dierentuin. Gaat, die mag hij met andere vossen mag die nog... En dan moet dus hem wel voor mee noemen. Ja. Ik zal het erbij schrijven. Goed? This fox, a male again, was caught here, outside the control area. But the next day it's appeared to live right inside the hamster reserve. But probably it understood something about our purpose. In the beginning of March, it suddenly moved to outside the control area and established the territory here in green. And in September, it was still there, slightly moved to the west, but still in the same general area. So these are the results of following the foxes, and you haven't seen anything about moving except this yellow arrow in this picture, which means that we could not we have not seen with any fox a movement towards the location where foxes were being killed. Alleen je moet wel de weg weten dat je niet hierin gaat. Want ja, dan kom je vast te zitten. De andere kant moet je op. Als je oh ja, dat is waar. Was dat eigenlijk binnen 14 dagen liep dat helemaal terug. Ik kon geen nest meer vinden, alle eieren weg. Nou, en eigenlijk was dit ook een plek waar altijd twee roerompennesten zaten. Nou, die waren toen ook weg. Nou ja, toen bleek dus dat die vos hier al zat. Wij hebben nog nooit geen levende vossen gevangen om leven te houden. En als je dus met de strik, wat mijn wijdkunde van strikken, dat is dat ze doodgaan. Je moet een knoopje inleggen, hè? Dat die strik niet aanschuift. Die heb ik gisteravond heb ik hem een week is er niks geweest, dus we hebben weer bezoek. Ja. Nou, dat is heel mooi, heren. Ja, vind je dat? Ik vind die mooi. Maar ja, goed. Verse vossenspoor. Ja, verse ja. Vossenspoor op de plank. Ja. Betekent, er loopt er weer eentje rond. Gisteravond was er niks. Want tussen ik heb... de grutto's. Ja, die moet er. Nou, in je hart wil je natuurlijk altijd de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. En dat is wat je in je hart wil. Dus jij hebt hetzelfde hart als ik? Ja, we hebben hetzelfde hart. Nee, maar dat is een buitenkijf. Wij hebben hetzelfde hart. In principe wil je gewoon die natuurlijke processen... Maar ergens heb ik toch een beeld van jou van dat jij wil van die rotvossen af hier. En sinds een tweetal weken is de vergunning om vossen te schieten, die is dus geschorst. Nou, op zich zijn we daar niet echt blij mee. Want u ziet het, de lijn van predatie, en die was de laatste jaren, dat was een stijgende lijn. En tot 2 jaar geleden was dat zelfs 33%. En sinds er vorig jaar vossen geschoten mochten worden, is dat gedaald naar 23%. Nou, dat is 10% minder predatie. Dus dat betekende in Waterland 700 nesten meer uit. Ja, we hebben nog niet, geen stokken erbij, dus het is een nieuwe nest. Mooi. Ja, dus je ziet die snavel, die zie je er echt nog in staan. Ja, inderdaad. Die kan rijden uit de boom soms. Dat is wel.
Ja, deze is gewoon gepredeerd. Dus kan je gewoon. En omdat je deze dus nu zeker weet. Kijk, dit is een vogel. Ja. En hier zit echt die snavel. Dus dan mag je hem als PK. Ja. Dus predatie, kraai of meeuw. PV, predatievogel? Nee, PV is fors. Oh, ja, tuurlijk. Die hebben we ook nog. Ja. Het is nu tegen drieën, kwart voor drie. We gaan eens kijken of er wat in de strikken zit. Ik doe het. Het is geen vos. Hij heeft geen mooie staart. Rustig maar, rustig maar. Rustig maar. Strik af. Zo. Laat ik hem los hoor, hier. Kunnen ze mooi gillen, die hazen. Kijk de vos. Tommy. Kom op. Niks. Maar jij bent dus van oudsher wel jager. Ja. Maar die vos was voor jou nieuw. Ja, die was hartstikke nieuw. En toen benen we er in het begin, benen we er dus met z'n tweeën waren we toen, benen we er achteraan gegaan. Toen wisten wij helemaal niks nog. Maar ik vond bijvoorbeeld een haas zonder een kop, of een eind zonder kop, of vlerken. En allemaal predatie. En dan denk je bij jagen, wat zou dat wezen? Op een gegeven moment toen vonden we hier in dit gebied, 12F noemt de stichting dat, daar vond ik toen twee jonge vossen. En toen had de hond had al een jonge vos te pakken gehad. Nou, en toen begon het liedje. Hoeveel heb jij er nou geschoten, laten we zeggen, vanaf afgelopen zomer? In dit terrein? Dit, 9 of 10. En is dat een normaal aantal? Want hoe lang doe je dat nu? Nou, ik denk dat ik het nou, ja, zeg maar tussen de 10 en 15 jaar doe. Maar anders zit je rond de 5, dacht ik. Want ik denk dat ik tussen de, al die jaren tussen de 50 en 60 vossen hier geschoten heb. Dat is, ik vind eigenlijk dit jaar een, tegen de 10, rond de 10, vrij veel. Zo begint hij als, als hij denkt dat er een vos komt. Hoor je het? Kijk maar aan de hond. Nas. Nas. Niks. Oké, ik ben zover. Hier is iedereen gelopen. Nou, moet er wat water gaan, had hij eruit geweest, dat kun je berekenen. Vaasje omgebogen, heb. Zelfs dit heeft hij gedaan. Ja. Het is een heel schriel vosje hoor. Ja, maar het is. Het is wel een oude. Ja, het is een vernuftige kooi zo hoor. Ja, hè? Ja. Het ware vakwerk. Het is er mooi ingetrapt. Ja, jij probeert hem erin te jagen? Ik probeer hem erin te jagen. Moeten wij stil zijn verder? Hij vertrouwt jullie niet. Hij had nog gelaat over dat beest. Hij kan ons beter vertrouwen dan jou, Paul. Ja. Kun jij hem zo pakken, Jaap? Als ik erin kan, kan ik hem pakken. Ja, dan proberen we dat dan. Tjoh,
jongens, jongens. Het drijf zit precies onder die drup hier. Nou, Paul, had je dat gedacht? Dus, is dit nou de eerste die je in handen hebt? Levend wel, ja. En weet je nog een mooie vrouw naar wie we deze vos kunnen vernoemen? Want ze krijgen wel allemaal een naam. Noemen we maar Corrie. Corrie, ja. Waarom maken jullie hem niet dood? We eindelijk een vos te pakken en dan laten we hem weer los. Ja, Corrie. Die liep in een twiske rond, maar die is nu... Die schijnt dood te zijn. En de zender die is stuk gemaakt. Dus die kan ik niet meer vinden. En die hoef ik ook niet meer te zoeken. Het is mij... heb ik bij geruchten vernomen. En nou, wat we al zeiden, er zijn nog veel verhalen over. Er zijn nog ook anekdotes over. Lang niet alles is onderbouwd met gegevens of met kennis. En dat was een van de belangrijke vragen die we wilden proberen op te lossen in het onderzoek van wie zijn er nou bij betrokken. Wie doet het nou? Dit is dan zo'n camera, die zit ook naast de markeerstok, wordt die dan neergezet. Voorzien van een infrarood systeem, zodat we ook 's nachts opname kunnen maken. Ik hoef niks te zeggen. Vossen hebben dus als systeem dat ze meestal, ze pakken een ei, nemen het mee en op een meter of 10 of zo vanaf het nest eten ze dat op en komen dan weer terug. Dus het is ook vaak als je in een straal van zo'n 10 meter rondom dat nest gaat zoeken, dat je dan daar weer ijsschalen terug kunt vinden. Wat hij nu hier gaat doen, dat is eigenlijk een beetje bijzonder. Heeft één ei heeft hij in het nest opgegeten, dat doen ze dus eigenlijk haast nooit. Hier duwt hij dat ei wat hij net had opgegeten weg en gaat dan vandoor. Nou gebeurt er iets bijzonders, het is 5 minuten later. En er verschijnt er nog een keer een steenmarter bij het nest. We hebben totaal 250 nesten gevolgd met zo'n videosysteem. 150 daarvan zijn gepredeerd. En in 5 gevallen was het een kraai. Een havik komt hier, het land bij het nest, en eet uiteindelijk de eieren op. Dat was eigenlijk een beetje onverwacht. We hebben totaal 3 keer een roofvogel gehad. 1 keer dus een havik. 2 keer een bruine kiekendief. Het volgende is volgens mij, ik denk de laatste. Dan moet u even goed erop letten, hier zit een kieviet op zijn nest. Dan komt de vos aan. Nou, ik kijk gewoon maar even. En pak dus broedvogel in dit geval. Ook dat soort dingen komen natuurlijk voor. Ja, hij haalt het eerst weg. Hij doet net... Ja, wow, wat is dat? Is en, mooi hangende pootjes. Super! En dat is ook het gedrag als ze pul hebben. Schoolvoorbeeld! Nou, dit wordt een nieuwe toekomst in een goed weidevogelgebied. Dat je blij moet zijn met 2 alarmerende grutto's. Terwijl er hier 30 nesten zaten. Ja. Ze bereiken er vast maar op voor. Dan moeten jullie bedrag per grutto wel... Ja, dat moet verhoogd worden, ja. Anders doen die boeren niet meer mee, hoor. Nee, maar dat klopt. 30 nesten of 2 nesten, dan wordt het toch wel heel... Ja. Wat levert een nest nu op van een grutto? Ik dacht iets van, ik weet het niet, ik bemoei me er niet mee, maar ik denk iets van €75. Wow. Maar kijk, de maatschappij is wat dat betreft ook gewoon veranderd. Want kijk, als je nu met een geweer over straat loopt hier, ja, dan word je natuurlijk gelinched. Ja, zeker weten. En dus voor jagers is het niet echt leuk. Oh, wauw. Nou, hij komt bijna vliegen. Wow. Mooi groot, hè? Is mooi. Mag ik een close-up bij? Kijk, en er zijn alle grutters 1. Ja, zandkuiken. Dat niet goed. Dan blijft de populatie in stand. Toch wel. Dan blijven er 3 over voor de vos. Ja. Ja, of voor de kraai en voor iedereen. Thank you.
Sjaap. Een vos. Het is niet waar. Hoe is het mogelijk, hè? Ik geloof het zelf ook al niet meer. Natuurlijk in een van de laatste strikken. Een van de laatste dagen. En nu? Nu gaan we mijn zender omhangen. De eerste GPS-zender die bij Vossen wordt toegepast. Dus ik hoop dat het goed gaat. Nou, hier bovenin zit een GPS-zender. Die peilt als het ware zichzelf, zeg maar zo'n tomtommetje. En die slaat de gegevens op. En die, af en toe dan luistert hij of je in de buurt bent met een speciale antenne om de gegevens eruit te halen. Nou, daar is hij weer. Ja. We hebben natuurlijk nog geen naam voor haar. Heb je een suggestie, Nico? Jolanda. Dat is jouw vrouw? Ja. Ik heb er nog niet de eer gehad haar te ontmoeten. Jolanda. Nou, het is een prachtige naam voor een vos. Ja, dacht ik ook. Voor vrouwen ook trouwens. Leg maar rustige zomer. Ja, moet ik weer achter dat beest staan. Ik dacht lekker op vakantie. Maar mooi niet. Daar gaat hij hoor. Hij kan zijn kop nog aardig omhoog houden. Huilen, huilen. Verdriet. Een minuut, jongens. Vanochtend om 5 uur 52 minuten 52 seconden heeft hij deze locatie en die, dus noorderbreedte, oosterlengte. En hier staan de rest van de gegevens. Kijk, en hier zit een aantal bij dat hij geen gegevens heeft, maar dat ziet er hartstikke goed uit. Hartstikke. Maar als je dit verhaal 15 jaar geleden zou gehouden hebben, dan. Kijk, toen hadden we allemaal nog het idee van, nou ja, als het maar nat is, daar komen die vossen niet. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Dat idee had ik ook. Ja. Dat ik ook, ja. Maar het blijkt gewoon dat in een supernat gebied, dat ze daar prima uit de voeten kunnen. Moerasvossen hebben zich ontwikkeld. Ja. De evolutie gaat snel. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad zo. En daar zitten we nou mee. Ja, daar zitten we mee. Nou ja, de weidevogels zitten er mee. Ja, en dus zitten wij er ook mee. Althans, nou ja, de boeren zitten er ook mee. Tenminste, nou ja, wij als vereniging zitten er natuurlijk mee. Omdat je gewoon bepaalde doelen hebt in dit gebied. En ja, het doel is weidevogels. En dan, zit die vos af en toe. Nogal in de weg. Nogal in de weg, ja. Kom. Ja, normaal gesproken jag ik zo, hè. De hond los, ja. Hey. Hier. Zit. Ja, dus dat is voor jou ook een nieuwe ervaring. Dankzij Jolanda. Ja. Hij zit toch wel op die put van Roelveld, hoor. Zijn? Hij zit op de put van Roelveld. Maar Paul,
een jaar geleden zou je nooit bedacht hebben dat je dit allemaal ging meemaken, hè? Nee, dat vind ik wel interessant. En terwijl ik er eerst dus helemaal negatief tegenover stond. Dat is, ik ben nou nog geen voorstander om hier voorste los te laten lopen, zeg maar. Want daar is het geen gebied voor. Want je moet of kiezen voor een weidevogel, of je moet kiezen voor een voorst. Of je moet zeggen, ik laat alles los. Maar dan moet je er ook niks meer aan gaan doen. Kijk. Ik vind het een schitterend mooi beest, hoor. Dat is, dat heb ik je al meer verteld. Hij moest gras lusten, dan was je klaar. Dan had je nergens geen problemen mee. Mooi, hè? Ze hebben... Zo. Kijk, ze hebben nu al die lepel. Als ik fors was, zou ik me drie keer bedenken. Want je haalt jezelf helemaal open aan die braam hier. Maar ja, zeg nooit, nooit. Een paar weken geleden toen... of anderhalve maand geleden is er hier een hond geweest. Ja, wacht. Ja, die krijg je niet. Die zit er precies in het midden. Wat een boef. Ja, het zijn slimme vogels, die lepelaars. Hè? Want het gaat eigenlijk dankzij de vorst gaat het een stuk beter met lepelaars in Nederland. Want ze zijn uit die vorstrijke gebieden naar de meer en de lepelaarsplassen, en het zwanenwater, daar zijn ze uit vandaan getrokken. En ze zijn meer op de eilanden gaan broeden. Dus hebben we wat dat betreft heel goed geanticipeerd op die vorst. Ja, dat is één nacht. Hè? Ja. Eén nacht heeft hij dit verkend. En daar is hij dus misschien over de sloot. Moest hij nu geloof over de langste sloot heen. Ja. Dat is een hele brede sloot. En nog eens over deze. Ja. Ik heb het ondertussen in ieder geval in Kevin besproken. Op kantoor. Met Ellen Kuik, mijn leidinggevende. En ook met ecologen. Van god, wat vinden wij daar nou eigenlijk van? Om toch met één vos het broedseizoen in te duiken. Want het is toch best spannend. Maar het geeft ook nog wat de discussie. Nou, het idee van het landschap is in ieder geval, wat heel belangrijk is, dat wij als landschap meewerken aan onderzoek. Dus dat is gewoon een uitgangspunt. Daarnaast denken we dat we ook aan de hand van de kaartjes die we nu hebben, dat we er best wel wat informatie uit vandaan kunnen halen, dat heel belangrijk is. En dat het ook een goede drager is om in de toekomst op een andere manier beheer in te zetten of door te gaan met bejagen. We gaan die vos daar vangen omdat hij een andere zender op moet. Het GPS-deel van deze zender die, is uitgewerkt. En nu gaan we een nieuwe GPS-zender opdoen met weer andere programmering om er nog weer wat extra van te leren. Om die vos in die netten te kunnen vangen, moet die vos vaart hebben. Als hij gewoon rustig aankomt lopen en hij ziet die netten staan, dan loopt hij er langs of kruipt er onderdoor of bijt een gat erin en loopt door. En dat betekent dat dicht bij die netten, dat we zeggen op deze percelen, dat daar mensen moeten zijn die dat als die eraf uit is hier, daar of daar is, dat er dan iemand is die hem opjaagt en in die netten jaagt en hem dan ook gelijk pakt. Hey! Goed zo! Hou de linie gesloten! Hey, hij is nog steeds niet aan de loop! Jongen, hij is heel dichtbij! Door! Hey, kom op! Ja? Is hij teruggelopen? Ja, als het zeker is, kunnen we stoppen. Shit, hé!
Als iemand hem gezien heeft, echt tussendoor. Ja, dan houdt het op. Dan kunnen we wel stoppen. Nou, hij is er tussendoor gegaan. Ga gewoon met het werk. Rotbeest. Shit. Ik heb me al lang met vossen bezig gehouden. Oorspronkelijk heel veel in de duinen van Noord-Holland en Zuid-Holland. De laatste jaren ook in Zuid-Limburg. En sinds kort ben ik actief met vossenonderzoek in Waterland in Noord-Holland. In relatie met de weidevogels. Dat korhoen, dat heeft ontzettend veel vijanden. Zoals we weten. Maar er zijn er dus eigenlijk maar twee van die waar je iets aan kunt doen. Dat moet je even altijd in je achterhoofd houden als je het hebt over proberen de predatie te verminderen. Er vindt al jarenlang vossenbestrijding plaats. En toch zijn er elk jaar weer heel veel vossen. En het helpt niet genoeg, het moet intensiever. Waar ligt dat nou aan? Ja, ja. Nee, maar het zijn bulten. Bas, de predatiecontrole moet eigenlijk voorbij zijn. Bestrijding moet voorbij zijn voor 15. Precies. En dan hou je het wel bij. Ja, dat is nou, erg vroeg. Van. Ja. En dan moet je om een wat langere periode te hebben, moet je dus niet 1 februari beginnen, maar moet je 1 januari beginnen. Nee, Roel, dat is echt niet de goede redenering. Want elke vos die je in december schiet, die is binnen een dag weer. Of een week is zijn plek weer opgevuld. Maar het heeft gewoon geen zin tot aan de randstijd iets te doen. Alles loopt door elkaar. Ja, maar als ze dan weg zijn, dan zijn ze wel weg. Het is een steen. Dat is niet zo. Je vergroot de overlevingskans van de overblijvende. Dat doe je vooral. Hey, kom op. We zijn er nou vlakbij. Hou de linie gesloten! Hebben! Ja, we hebben hem! Ja, we hebben hem! We hebben hem! Kom op, bo! Hoorde het nog niet? Ja! Hebben jullie ook? Ja! José! Geloof dat het plan helemaal geslaagd is. Mooi werk, jongen. Is gelukt! Hartstikke goed. Ja, Jan? Ja, nou, geweldig jongens. Rustig hoor, geen risico lopen. Daar hebben we Jolanda. Dag Jolanda. Deze GPS die werkt nu 16 dagen. Dat is genoeg voor mij om te beoordelen hoe die werkt. En dan gaat hij uit. En dan gaat hij, als die vos nog leeft, gaat hij eind maart weer aan. Zodat we een stuk van het broedseizoen mee kunnen nemen, van die vogels. De oude en de nieuwe. Ja, ik ben binnen jou. Ik heb daar in de grond. Iedere keer ging, dacht ik het weer hoor. Zoveel ruimte daar in die hoek, man. We hebben hem toch te pakken. Ja, knap hè. Thank you.
uiteindelijk ik... Het vrouwtje is dat. En die wordt gelijk aangevallen, zie je dat, door een kiwi. En dan weet je dat die kiwi ook eieren heeft, dan gaat hij niet aanvallen. Rustig te langs varen. Nou, dit gaat heel goed. Nu nog 2 minuten. Shit. Wat gaan we nou? Godverdomme, hij vraagt opeens om een pincode. Ja. Kijk, hij doet het al. Hij doet het gewoon zo. Onbegrijpelijk, die techniek. Het was zelfs zo dat hij... Hij begon al voordat ik die antenne omhoog had gestoken. Oh, ja. Zo dichtbij waren we. Ja. Nou, heeft hij waarschijnlijk in die voorste wal hier gelegen, want de verder staat plat, ja. Vrij nat. Hij moet vlak langs de sloot hebben gelegen. Ja. Ja. Hier is de plek waar we hem nu hebben uitgelezen. Ja. En daar vandaan, dit is 3 nachten geleden. Ja. En daar vandaan loopt hij dus weg, maar hij komt ook elke keer weer terug daar. En dat is toch wel aanduiding dat er toch jongeren zouden moeten zijn. Ik hoorde hem kraken. Kijk, en waar eindigt het paadje? Is dat daar? Daar is die vleugel. Nee, nog iets hier. Oh, hier liggen die jongen. Ja, kom kijken. Nee, ja, even loop even hier door het paadje heen. Kijk even waar je loopt. Jezus Christus. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misschien wel. 1, 2, 3, 4. Kijk. Het uitlezen is mislukt, maar ik heb de jongen. En toen ben ik gaan kijken op de plek waar het kraakte. Nou, dat staat Thijs. Een vrij open leger. Maar... Hebben jullie dan gisteren niet gestopt? Nee. Ja. Hebben we dat gedeelte gehad? Daarachter. Dag Nico. Hey, het uitlezen is mislukt, want ik was te dichtbij gaan zitten. Ben je er nog? Ja, ja. Ja? Maar ik heb wel de jongen gevonden. En het zijn er wel een stuk of 7 of 8. En ze zijn nog klein. Dus als je wil komen kijken waar we gisteren waren, langs het hek liggen ze. Pas op hoor, pas op. Zal ik hem even vasthouden? Oh jee. Ja, ja, ook jongen, met je geboortegolf. Daar ben je mee gezegend, hè? Zomaar een plekje tussen de biezen, hè? Ja, echt een beetje draaien. Maar ik vind er, kijk, er zit wel eens een enkel plukje haar, maar niet expres, zeg maar. Ja, er zijn dieren zoals konijnen, die maken een bontnest van haren, maar een vos doet daar niks aan. Die ligt gewoon in een hol in het kale zand. Hier ook, kijk, ze liggen eigenlijk gewoon, die grond is hartstikke nat en koud. En nu, wat de afspraak is met het landschap? Men wil graag het nest reduceren tot een 2-tal. Dus. Het is een stuk moeilijker om ze te schieten als ze volwassen zijn, dus. Kijk, ze pas nog in één hand. Hier is hij al een beetje licht, hè. Van een rode kleur die daar voor het eerst doorkomt. Ja, ze zoeken altijd met die snuit naar de tepel. Mooi, sabbelen. Geinig, hè? Lekker sabbelen aan mijn vinger. Dat is weer een man. Ik zie een piemeltje. Hier komt ze scrotum later. Hier is een piemeltje. Hier ervoor zit nog de navelstreng. Nee, dit is nog heel klein hoor. Ik had het helemaal mis met dat ze voor 20 maart geboren zouden zijn. Wat zeg je,
had het helemaal mis met dat ze voor 20 maart geboren zouden zijn. Nou, de beheerder wil graag het aantal verminderen, er 2 overlaten. Ja. Nico, wat vind je? Is dit het moment van destructie? Ja. Zijn dit er? Dit zijn er 6. Oké. Ik heb er 2 gelaten. Gevonden is zeg. Oké, die is allemaal gewogen en gedaan. Gemeten en alles. Oké, hartstikke mooi. Is wat, zo'n kleintjes. Oog is nog dicht. Ja. Het is wel zielig, hè? Het is wel zielig, maar ja, wat doe je eraan? Dat is vossenbeheer. Ja. Je had toch over een viertje? Ja, er lag een viertje in, ja. Maar nu een drietje. Daar doe je soms niets aan. Even wat nestmateriaal weg. Een guldje steken voor de aantal logger. Kijk, nog een lekker wurmpje. Nee, steek hem maar vast, want de vossen en zo die kunnen aan gaan trekken. Even kijken, nummer. Voordat ik hem eronder stop. 14. Oh. Ja, dat had ik al gekeken. Dat had ik al gekeken. Ik denk dat gebeurt ons geen tweede keer meer. Nou, mij bijna wel. Ja, maar ons niet. Ja, ons niet. Deze loggers die meten elke 2,5 minuut de temperatuur. En daarmee stel je dus vast of het beest op het nest zit of weg is. Ja. En het idee is dat we dan de activiteit van die zendervos, die we elke 6 minuten meten waar die is, en deze met elkaar in verband brengen, dat als die 's nachts van het nest afgaat, dat ze kunnen kijken, is dat dan die vos die het veroorzaakt heeft en op welke afstand gebeurt dat dan? En eet hij dan eventueel de eieren op enzovoort. Nou, eens even kijken. Dit was perceel 4, 5 en 6. Dus dat zijn deze 2. Nou, daar gaat niks omhoog. Maar het oogt opeens heel rustig in dit veld. In vergelijking met zaterdag toen waren er gewoon heel veel vogels. Ja, dit lijkt me toch wel echt fors hoor. Kijk, hier staat volgens mij toch echt een bek in als je het zo bekijkt. Kijk, hier een hoektand en hier een hoektand. Wat zie je? Ja, dit is geen kraaiwerk. Mijn boerenverstand zegt dat dit fors is. Maar je zou gewoon zweren dat u hier zo'n bek hebt ingestaan. En dan leegslobberen. Ik bedoel, ja. Zo zie ik dat voor me. Hier is er nog eentje. Hier hebben we nog een nest. Ook leeg. Je pakt zo het lijntje en hij heeft gewoon... Er zijn gewoon 4 grutters op deze lijn zijn er allemaal verdwenen. Daar moeten ze liggen volgens de GPS, hè, die jongen. Ja. Maar zo te horen ligt Jolanda zelf ietsje verder weg. Maar ja, dat kan best dat gaan we zien.
klimmen we er allemaal overheen. Ja. Nou, zeg. Wat doet die hond? Hij is dood. Nee? Daar ligt Jolanda, dood. Nou. Wat doet die hond eraan? Jongen, jongen. Krijgen we nou? Wanneer heb jij hem zien lopen? Nou, gisteren. Met zender. Duidelijke zender. Ja, dat was een fors met inderdaad een duidelijke... Nou, shit. Ik ben hier door nou ingekropen waar hij zelf is. Dus, Zeker, kijk. Ja. Hij lijkt wel allemaal langer te leggen. Ja? Zijn we kennen gisteren... Ja, hij stinkt ook al. Het stinkt vooral naar vos. Jongen. Ja, daarom zeg ik. Van, daar liep eentje, die lijken inderdaad gewoon hoofd rond te hebben. Kijk, er zit nog wel melk in, zie. Ja. Jongen, jongen. Hoe kun je dat nou? Nou, dan komen we, nou, we die nestenloggers hebben we ook niet veel meer aan. Althans. Jongen, jongen. Kijk. Melk zit er nog. Dit is nog niet zo lang volgens mij. Heb je, is je aan het vechten geweest? Kijk eens of je het wat dan zien. Maar wat nou de doodsoorzaak is, het is niet duidelijk hoor. Het is wel mager, maar niet extreem. Dat hoort in deze tijd. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan is er dus een kleine kans dat de jongen nog... of een kans dat de jongen nog leven. Laten we die maar gelijk eerst even opzoeken. Ja. Eerst weer even ontvangst hebben en dan... Dat vind ik zonde gewoon. Jongen, jongen. Ja. Hé? Ja, bijt hij ze dood of niet? Ja. Nou, hou hem dan nog even kort. Laten we even zonder hond proberen, want hier kunnen ze al liggen. Kijk, wel pro-rest hier hoor. Maar ja. Heel de een mannetje. Kijk, en daar ligt nog een beest. Nee, dit is een onverwachte ontknoping. Jongen, jongen. Ja, het is een beetje zoeken naar Speld en Hooiberg nu, hè. Het is duidelijk, de legers hebben we gevonden. Die lagen ook precies op de plek waar de signalen van de zender altijd vandaan kwamen de laatste dagen. Dus dat klopt allemaal wel. Maar wat er met die twee jongen gebeurt, is geen idee. Kunnen ze meegenomen door een andere vos of doodgebeten of zelf weggelopen? Ze zouden net de leeftijd hebben dat ze zelf een beetje gaan lopen. Terug! Dat kun je wel zeggen. Ja, het is niet de bedoeling van het experiment. Ja, is goed gegaan hier. Kijk, mooi, mooie lange poten. Echte steltlopers. Ja, maar hij heeft nu contact in met die ouwe hierboven. Die komen hier flink rondvliegen. Wat was het mooiste moment van het afgelopen seizoen? Dan is dat altijd... Ja, dat er pulletjes in nest zaten of dat er een ei... echt op punt van uitkomen staat en dat je dat hoort piepen en dat het snaveltjes in de drain gaat. En als je je best ervoor gedaan hebt om het te beschermen, boeren en vrijwilligers, dan komt niet zoveel van terecht. Als je iedere keer bij een nest komt wat iedere keer wel leeg is, ja, dan is het ontzettend balen. En dan krijg je wel af en toe zoiets van, shit, die rotvors weer langs geweest.
Een huid hoort er zo uit te zien. Onbeschadigde huid. Maar hier zie je al een bloeduitstorting. En hier die voorpoot, die is, het bovenste deel van de voorpoot is ook beschadigd. Hier is bloed in de spieren, bloeduitstortingen en onderhuids. Dus hier is geweld aan te pas gekomen. Trauma. Hier zitten twee gaten die op bijtsporen door de hoektanden wijzen van een hond of een vos. Zo ruim 3,5 centimeter uit elkaar. Ja, hier zit ook een duidelijke... Hier zit ook een duidelijke deuk. Ja, het kan zijn dat volgens ze toch onderling gevochten hebben voor dit gebied, zeg maar. Dat ze daarbij het onderspit gedolven heeft. Of dat ze de jongen heeft verdedigd tegen een andere vos. Of misschien toch een hond. Maar veel honden komen daar eigenlijk niet. Dus die kans is ook een beetje klein. Daar gaat Yolanda. Kijk het verschil, activiteit op een heel klein gebied. En in feite na eind mei nog zelfs maar alleen in dit gebied. En dat is maar 44 hectare. En die had een worp van 5 jongen, die ook groot zijn geworden, voor zover ik weet. In elk geval, in juni waren ze er nog. Hier is iedereen nu, dan gaan we de deuren dicht doen. Want stel dat hij ontsnapt. Hé, hey, dit is eerst één ding. Mickey, luister eens. Mickey, jij mag hem vasthouden. En dan met twee handen. Zo, twee handen. Zo. En niet knijpen. Maar zo klein gaatje dat zijn kop er niet door kan. Begrijp je? En ik ga even kijken of het een mannetje of een vrouwtje is natuurlijk. Even een beetje draaien. Even kijken. Nee, kijk, het is een mannetje, want hij heeft hier, kijk eens hier. Een piemeltje? Zijn zak, hier, met zijn balletjes, het witte. En zijn piemeltje zit hier. Kijk, daar komt het druppeltje uit, zie je wel? Ja. Ja. Hij gaat naar een soort dierentuin. Gaat hij, mag hij met andere vossen, mag hij nog... En dan moet dus hem wel voor mij noemen. Ja. Ik zal het erbij schrijven, goed? This fox, a male again, was caught here, outside the control area. But the next day it's appeared to live right inside the hamster reserve. But probably it understood something about our purpose. In the beginning of March, it suddenly moved to outside the control area and established a territory here in green. And in September it was still there, slightly
move to the west, but still in the same general area. So these are the results of following the foxes, and you haven't seen anything about moving except this yellow arrow in this picture, which means that we could not we have not seen with any fox a movement towards the location where foxes were being killed. Alleen je moet wel de weg weten, dat je niet hierheen gaat. Ja. Want ja, dan kom je vast te zitten. De andere kant moet je op. Als je oh ja, dat is waar. Was dat eigenlijk binnen 14 dagen, liep dat helemaal terug. Ik kon geen nest meer vinden, alle eieren weg. Nou, en eigenlijk was dit ook een plek waar altijd twee roedompennesten zaten. Nou, die waren toen ook weg. Nou ja, toen blijkt dus dat die vos hier al zat. We hebben nog nooit geleefd om de vossen gevangen om leven te houden. En als je dus met de strik, wat mijn wijdkunde van strikken, dat is dat ze doodgaan. Je moet een knoopje inleggen, dat die strik niet aanschuift. Gisteravond heb ik hem een weken is er niks geweest, dus we hebben weer bezoek. Ja. Nou, dat is heel mooi, heren. Ja, vind je dat? Ik vind het niet mooi. Maar ja, goed. Verse vossenspoor. Ja, verse vossenspoor op de plank. Ja. Betekent, er loopt er weer eentje rond. Gisteravond was er niks. Want tussen ik heb... de grutto's. Ja, niemand er. Nou, in je hart wil je natuurlijk altijd de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. En dat is wat je in je hart wil. Dus jij hebt hetzelfde hart als ik? Ja, we hebben hetzelfde hart. Nee, maar dat is een buitenkijf. Wij hebben hetzelfde hart. In principe wil je gewoon die natuurlijke processen... Maar ergens heb ik toch een beeld van jou van dat jij wil van die rotvossen af hier. En sinds een tweetal weken is de vergunning om vossen te schieten, die is dus geschorst. Nou, op zich zijn we daar niet echt blij mee. Want u ziet het, de lijn van de predatie. En die was de laatste jaren, dat was een stijgende lijn. En tot 2 jaar geleden was dat zelfs 33%. En sinds er vorig jaar vossen geschoten mochten worden, is dat gedaald naar 23%. Nou, dat is 10% minder predatie. Dus dat betekende in Waterland 700 nesten meer uit. Ja, we hebben nog niet, geen stokken erbij, dus het is een nieuwe nest. Mooi. Ja, dus je ziet die snavel, die zie je er echt nog in staan. Ja, inderdaad. Zijn die kraaien uit de boom soms? Ja. Ja, deze is gewoon gepredeerd. Dus kan je gewoon... En omdat je deze dus nu zeker weet... Kijk, dit is een vogel. Ja. En je ziet echt die snavel, dus dan mag je hem als PK. Ja. Dus... predatie, kraai of meeuw. PV, predatie, vogel? Ja, nee, is PV vos. Is vos. Oh ja, natuurlijk, die hebben we ook nog. Ja. Het is nu tegen 3, 2:15. We gaan eens kijken of er wat in de strikken zit. Ik doe niks. Het is geen vos. Hij heeft geen mooie staart. Rustig maar, rustig maar. Rustig maar. Strik houden. Zo. Dan laat ik hem los hoor. Hier. Kunnen ze mooi gillen, die hazen? Geen vos.
Tommy. Kom op. Niks. Maar jij bent dus van oudsher wel jager. Ja. Maar die vos was voor jou nieuw. Ja, die was hartstikke nieuw. En toen benen we er in het begin, benen we er dus met z'n tweeën waren we toen, benen we er achteraan gegaan. Toen wisten we helemaal niks nog. Maar ik vond bijvoorbeeld een haas zonder een kop, of een eind zonder kop, of vlerken. En allemaal predatie. En dan denk je bij jagen, wat zou dat wijzen? Dat, op een gegeven moment toen vonden we hier in dit gebied, 12F noemt de stichting dat. Daar vond ik toen twee jonge vossen. En toen had de hond al een jonge vos te pakken gehad. Nou, en toen begon het liedje. Hoeveel heb jij er nou geschoten, laten we zeggen, vanaf afgelopen zomer in dit terrein? Dit? 9 of 10. En is dat een normaal aantal? Want hoe lang doe je dat nu? Nou, ik denk dat ik het nou, ja, zeg maar, tussen de 10 en 15 jaar doe. Maar anders zit je rond de 5, dacht ik. Want ik denk dat ik tussen de, al die jaren tussen de 50 en 60 vossen hier geschoten heb. Dat is, ik vind het eigenlijk dit jaar een, tegen de 10, rond de 10, vrij veel. Zo begint hij als, als hij denkt dat er een vos komt. Hoor je het? Kijk maar aan de hond. Nas. Nas. Niks. Oké, ik ben zover. Hier is hij erin gelopen. En als ik hem had laten gaan, had hij er nog uit geweest, dan kun je hem rekenen. Vaas omgebogen heb, zelfs dit heeft hij gedaan. Ja. Ik kan even kijken, als er ook weer wat staat, waarom hij hem voor zich laat leggen. Het is een heel schriel vosje, hoor. Ja, maar het is. Zit al, het is wel een oude. Ja, hè? Ja, het is een vernuftige kooi, zo, hoor. Ja, hè? Ja. Het ware vakwerk. Het is er mooi ingetrapt. Ja, jij probeert hem erin te jagen? Ik probeer hem erin te jagen. Moeten wij stil zijn verder? Hij vertrouwt jullie niet. Hij had me gelaten over dit beest. Hij kan ons beter vertrouwen dan jou, ja. Paul. Kun jij hem zo pakken, Jaap? Als ik erin kan, kan ik hem pakken. Ja, dan proberen we het uit. Jongen, het drijf is precies onder die drupje. Nou, Paul, had je dat gedacht? Dus, is dit nou de eerste die je in handen hebt? Levend wel, ja. Ja. En weet je nog een mooie vrouw naar wie we deze vos kunnen vernoemen? Want ze krijgen wel allemaal een naam. Noemen we Corrie. Corrie, ja. Waarom maken jullie hem niet dood? We eindelijk een vos te pakken en dan laten we hem weer los. Ja, Corrie. Die liep in een twiske rond, maar die... Die is nu, die schijnt dood te zijn. En de zender die is stuk gemaakt. Dus die kan ik niet meer vinden. En die hoef ik ook niet meer te zoeken. Het is mij, heb ik bij geruchten vernomen. En nou, wat we al zeiden, er zijn nog veel verhalen over. Er zijn nog ook anekdotes over. Lang niet alles is onderbouwd met gegevens of met kennis. En dat was een van de belangrijke vragen die we wilden proberen op te lossen in het onderzoek van wie zijn er nou bij betrokken. Wie doet het nou? Dit is dan zo'n camera, die zit op naast de markeerstok, wordt die dan neergezet. Voorzien van een infrarood systeem, zodat we ook 's nachts opname kunnen maken.
Ik hoef niks te zeggen. Vossen hebben dus als systeem dat ze meestal, ze pakken een ei, nemen het mee en op een meter of 10 of zo vanaf het nest eten ze dat op en komen dan weer terug. Dus het is ook vaak als je in een straal van zo'n 10 meter rondom dat nest gaat zoeken, dat je dan daar weer eischalen terug kunt vinden. Wat hij nu hier gaat doen, dat is eigenlijk een beetje bijzonder. Heeft één ei heeft hij het nest opgegeten, dat doen ze dus eigenlijk haast nooit. Hier duwt hij dat ei wat hij net had opgegeten weg en gaat dan vandoor. Nou gebeurt er iets bijzonders, het is 5 minuten later. En dan verschijnt er nog een keer een steenmaarter bij het nest. We hebben totaal 250 nesten gevolgd met zo'n videosysteem. 150 daarvan zijn gepredeerd. En in 5 gevallen was het een kraai. Een havik komt hier het land bij het nest en eet uiteindelijk de eieren op. Dat was eigenlijk een beetje onverwacht. We hebben totaal 3 keer een roofvogel gehad. 1 keer dus een havik. 2 keer een bruine kiekendief. Het volgende is volgens mij, ik denk de laatste. Dan moet u even goed opletten, want hier zit een kieviet op zijn nest. Dan komt een vos aan. Nou, ik kijk gewoon maar even. En pak dus de broedvogel in dit geval. Ook dat soort dingen komen natuurlijk voor. Ja, hij loopt eerst weg. Hij doet net... Ja, wow, wat dat is dat? Mijn haas. En, mooi hangende pootjes. Super! En dat is ook het gedrag als ze pullen hebben. Schoolvoorbeeld! Nou, dit wordt een nieuwe toekomst in een goed weidevogelgebied. Dat je blij moet zijn met 2 alarmerende grutto's. Terwijl er hier 30 nesten zaten. Ja. Dus bereid je er vast maar op voor. Moeten jullie bedrag per grutto wel verhoogd? Ja, dat moet verhoogd worden, ja. Anders doen die boeren niet meer mee, hoor. Nee, dat klopt. 30 nesten of 2 nesten, dan wordt het wel heel ja. Nee, wat levert een nest nu op van een grutto? Ik dacht iets van, ik weet het niet, ik bemoei me er niet mee, maar ik denk iets van €75. Wow. Maar kijk, de maatschappij is wat dat betreft ook gewoon veranderd. Want kijk, als je nu met een geweer over straat loopt hier, ja, dan word je natuurlijk gelinched. Ja, zeker weten. En dus voor jagers is het niet echt leuk. Dat valt niet erop. Oh, wow. Nou, hij komt bijna vliegen. Wow. Mooi groot, hè? Is mooi. Mag ik een close-up maken? Kijk, en als alle grutters 1 zo'n kuiken, dat niet goed. Dan blijft de populatie in stand. Toch wel. Dus dan blijven er 3 over voor de vos. Ja, ja of voor de kraai en voor iedereen. Wat hoor ik daar? Een vos. Het is niet waar. Hoe is het mogelijk, hè? Ik geloof het zelf ook al niet meer. Natuurlijk in een van de laatste strikken. Even de laatste dagen. En nu? Nu gaan we mijn zender omhangen. De eerste GPS-zender die bij vossen wordt toegepast. Dus ik hoop dat het goed gaat. Nou, hier bovenin zit een GPS-zender. Die peilt als het ware zichzelf, zeg maar zo'n tomtommetje. En die slaat de gegevens op. En die, af en toe dan luistert hij of je in de buurt bent met een speciale antenne om de gegevens eruit te halen. Nou, daar is hij weer. Ja. We hebben natuurlijk nog geen naam voor haar. Heb je een suggestie, Nico? Jolanda. Dat is jouw vrouw? Ja. Ik heb er nog niet de eer gehad haar te ontmoeten. Jolanda. Nou, het is een prachtige naam voor een vos. Ja, dacht ik ook. Voor vrouwen ook trouwens. Ja. Leg maar rustige zomer. Ja, hoe ik weer achter dat beest staan. Ik dacht lekker op vakantie. Maar mooi niet. Daar gaat hij hoor. Hij kan zijn kop nog aardig omhoog houden. Huilen, huilen. Verdriet. Hij zit mooi dichtbij. Ja.
een halve minuut, jongens. Vanochtend om 5:52:52 heeft hij deze locatie en die, dus noorderbreedte, oosterlengte. En hier staan de rest van de gegevens. Kijk, en hier zit een aantal bij dat hij geen gegevens heeft, maar dat ziet er hartstikke goed uit. Hartstikke. Maar als je dit verhaal 15 jaar geleden zou gehouden hebben, dan... Kijk, toen hadden we allemaal nog het idee van, nou ja, als het maar nat is, daar komen die vossen niet, dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Dat idee had ik ook. Ja. Dat ik ook, ja. Maar het blijkt gewoon dat in een supernat gebied, dat ze daar prima uit de voeten kunnen. Moerasvossen hebben zich ontwikkeld. Ja. De evolutie gaat snel. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad zo. En daar zitten we nou mee. Ja, daar zitten we mee, nou ja. De weidevogels zitten er mee. Ja. Ja, en dus zitten wij er ook mee. Althans, nou ja, de boeren zitten er ook mee. Tenminste, nou ja, wij als vereniging zitten er natuurlijk mee, omdat wij gewoon, omdat je gewoon bepaalde doelen hebt in dit gebied. En ja, het doel is weidevogels en dan. Ja, dan zit die vos af en toe nogal in de weg. Nogal in de weg, ja. Kom. Ja, normaal gesproken jaag ik zo, hè. De hond los. Ja. Hier, zit. Kom maar. Ja, dus dat is voor jou ook een nieuwe ervaring. Dankzij Jolanda. Ja. Hij zit toch weer op die put van Roelenveld, hoor. Zijn? Hij zit op de put van Roelenveld. Maar Paul, een jaar geleden zou je nooit bedacht hebben dat je dit allemaal ging meemaken, hè? Nee, dat vind ik wel interessant. En terwijl ik er eerst dus helemaal negatief tegenover stond. Dat is, ik ben nou nog geen voorstander om hier voorstel los te laten lopen, zeg maar. Want daar is het geen gebied voor. Want je moet of kiezen voor een weidevogel, of je moet kiezen voor een vos. Of je moet zeggen, ik laat alles los. Maar dan moet je er ook niks meer aan gaan doen. Kijk, ik vind het een schitterend mooi beest, hoor. Dat is, dat heb ik jou meer verteld. Hij moest gras lusten, dan was je klaar. Dan had je nergens geen problemen mee. Zo. Kijk, ze hebben nu al die lepel. Als ik fors was, zou ik me drie keer bedenken, want je haalt jezelf helemaal open aan die bramen hier. Maar ja, zeg nooit nooit. Een paar weken geleden, toen, of anderhalve maand geleden, is er hier een hond geweest. Ja, wacht.
Ja, die krijg je niet. Die zitten precies in het midden. Wat een boeven. Ja, het zijn slimme vogels, die lepelaars. Hè? Want het gaat eigenlijk dankzij de vos gaat het een stuk beter met lepelaars in Nederland. Want ze zijn uit die vosrijke gebieden naar de meer en de lepelaarsplassen en het zwanenwater. Daar zijn ze uit vandaan getrokken. En ze zijn meer op de eilanden gaan broeden. Dus hebben we wat dat betreft heel goed geanticipeerd op die vossen. Ja, dat is één nacht heeft hij dit verkend. En daar is hij dus misschien over de sloot. Nou, is hij over. Je moest hij in ieder geval over de langste sloot heen. Ja. Dat is een hele brede sloot. En nog eens over deze. Ja. Ik heb het ondertussen in ieder geval in Temmen besproken. Op kantoor. Met Ellen Kuik, mijn leidinggevende. En ook met ecologen. Van, god, wat vinden wij daar nou eigenlijk van? Om toch met één vos het broedseizoen in te duiken. Want het is toch best spannend. Maar het geeft ook nog wat discussie. Nou, het idee van het landschap is in ieder geval. Wat heel belangrijk is, dat wij als landschap meewerken aan onderzoek. Dus dat is gewoon een uitgangspunt. Daarnaast denken we dat we ook aan de hand van de kaartjes die we nu hebben, dat we er best wel wat informatie uit vandaan kunnen halen. Dat heel belangrijk is. En dat ook een goede drager is om in de toekomst toch op een andere manier beheer in te zetten of door te gaan met bejagen. We gaan die vos nou vangen omdat hij een andere zender om moet. Het GPS-deel van deze zender is uitgewerkt. En nu gaan we een nieuwe GPS-zender opdoen met weer andere programmering om er nog weer wat extra van te leren. Om die vos in die netten te kunnen vangen, moet die vos vaart hebben. Als hij gewoon rustig aankomt lopen en hij ziet die netten staan, dan loopt hij er langs of hij kruipt er onderdoor of bijt een gat erin en loopt door. En dat betekent dat dicht bij die netten, dat we zeggen op deze percelen, dat daar mensen moeten zijn die dat als die eraf uit is hier, daar of daar is, dat er dan iemand is die hem opjaagt en in die netten jaagt en hem dan ook gelijk pakt. Hey! Goed zo! Ja, hou de linie gesloten! Hey, hij is nog steeds niet aan de loop! Jongen, hij is heel dichtbij! Door! Hey, kom op! Je ziet met de gele band. Ja? Is hij teruggelopen? Ja, als het zeker is, kunnen we stoppen. Shit, hé. Als iemand hem gezien heeft, echt tussendoor. Ja, dan houdt het op. Dan kunnen we wel stoppen. Ja, hij is tussendoor gegaan. Ga gewoon met het werk. Rotbeest. Shit. Ik heb me al lang met vossen bezig gehouden. Oorspronkelijk heel veel in de duinen van Noord-Holland en Zuid-Holland. De laatste jaren ook in Zuid-Limburg. En sinds kort ben ik actief met vossenonderzoek in Waterland in Noord-Holland. In relatie met de weidevogels. Dat korhoen, dat heeft ontzettend veel vijanden. Zoals we weten. Maar er zijn er dus eigenlijk maar twee van waar je iets aan kunt doen. Dat moet je even altijd in je achterhoofd houden als je het hebt over een proberen de predatie te verminderen. Er vindt al jarenlang vossenbestrijding plaats. En toch zijn er elk jaar weer heel veel vossen. En het helpt niet genoeg, het moet intensiever. Waar ligt dat nou aan? De predatiecontrole moet eigenlijk voorbij zijn, bestrijding moet voorbij zijn voor 15 precies.
En dan hou je, dan hou je het wel bij. Ah, dat is wel erg vroeg. Van, ja. En dan moet je, om een wat langere periode te hebben, moet je dus niet 1 februari beginnen, maar moet je 1 januari beginnen. Nee, Roel, dat is echt niet de goede redenering. Ja, 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 ja. Want elke vos die je in december schiet, die is binnen een dag weer, of een week, is zijn plek weer opgevuld. Maar het heeft gewoon geen zin tot aan de randstijd iets te doen. Alles loopt door elkaar. Ja, maar als ze toch weg zijn, dan zijn ze wel weg. Het is een steen. Dat is niet zo. Je vergroot de overlevingskans van de overblijvende. Dat doe je vooral. Hallo. Hey, kom op. We zijn er nou vlakbij. Yo. Hey. Hey. Hey, kom op, hey. Ja, hou de linie gesloten. Hebben. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Kom op, hoor het me nog niet. Ja. Hebben jullie hem? Ja. José. Ik geloof dat het plan helemaal geslaagd is. Mooi werk, jongen. Is gelukt. Hartstikke goed. Ja, ja. Nou, geweldig, jongens. Rustig hoor, geen risico lopen. Daar hebben we Jolanda. Dag Jolanda. Deze GPS die werkt nu 16 dagen. Dat is genoeg voor mij om te beoordelen hoe die werkt. En dan gaat hij uit. En dan gaat hij, als die vos nog leeft, gaat hij eind maart weer aan. Zodat we een stuk van het broedseizoen mee kunnen nemen, van die vogels. De oude en de nieuwe. Ja, ik ben binnen jou. Iedere keer ging, dacht ik het weer hoor. Zoveel ruimte daar in die hoek, man. We hebben hem toch te pakken. Ja, knap hè. Ja, dit gaat heel goed. Nu nog 2 minuten. Shit. Wat gaan we nou? Godverdomme, hij vraagt opeens om een pincode. Het was zelfs zo dat hij. Hij begon al voordat ik die antenne omhoog had gestoken. Oh, ja. Zo dichtbij waren we. Ja.
heeft hij waarschijnlijk in die voorste wal hier gelegen, want de verder staat het plat, vrij nat. Hij moet vlak langs de sloot hebben gelegen. Hier is de plek waar we hem nu hebben uitgelezen. En daar vandaan, dit is drie nachten geleden. En daar vandaan loopt hij dus weg, maar hij komt ook elke keer weer terug daar. En dat is toch wel een aanduiding dat er toch jongeren zouden moeten zijn. Ik hoorde hem kraken. Kijk, en waar eindigt het paadje? Ik zat daar. Daar is die vleugel. Nee, nog iets hier. Oh, hier liggen die jongen. Ja, kom kijken. Nee, ja, even loop even hier door het paadje heen. Kijk even waar je loopt. Kijk. Jezus Christus. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misschien wel. 1, 2, 3, 4. Kijk. Het uitlezen is mislukt, maar ik heb de jongen. En toen ben ik gaan kijken op de plek waar het kraakte. Nou, daar staat Thijs. Een vrij open leger. Maar... Hebben jullie dan gisteren niet gestopt? Nee. We hebben dat gedeelte gehad, daarachter. Dag Nico. Hey, het uitlezen is mislukt, want ik was te dichtbij gaan zitten. Ben je er nog? Ja, ja. Ja, maar ik heb wel de jongen gevonden. En het zijn er wel een stuk of 7 of 8. En ze zijn nog klein. Dus als je wil komen kijken waar we gisteren waren, langs het hek liggen ze. Pas op hoor, pas op. Zal ik hem even vasthouden? Oh jee. Ja, jij ook jongen, met je geboortegolf. Daar ben je mee gezegend, hè? Zomaar een plekje tussen de biezen, hè? Ja, echt een beetje draaien. Maar even er, kijk, er zit wel eens een enkel plukje haar, maar niet expres, zeg maar. Ja, er zijn dieren zoals konijnen, die maken een bontnest van haren, maar een vos doet daar niks aan. Die ligt gewoon in een hol in het kale zand. En hier ook, kijk, ze liggen eigenlijk gewoon, die grond is hartstikke nat en koud. En nu, wat de afspraak is met het landschap? Men wil graag het nest reduceren tot een tweetal. Dus... Het is natuurlijk moeilijker om ze te schieten als ze volwassen zijn, dus ja. Dan krijg ik ze pas nog in één hand. Hier zie je al een beetje het lichte van de rode kleur die daar voor het eerst doorkomt. Ja, ze zoeken altijd met die snuit naar de tepel. Hè. Mooi, sabbelen. Geinig, hè? Lekker sabbelen aan mijn vinger. Ja, man. Ik zie een piemeltje. Hier komt ze scrotum laten. Hier is een piemeltje. Hier ervoor zit nog de navelstreng. Nee, dit is er nog heel klein hoor. Ik had het helemaal mis met dat ze voor 20 maart geboren zouden zijn. Wat zeg je? Ik had het helemaal mis met dat ze voor 20 maart geboren zouden zijn. Nou, de beheerder wil graag het aantal... verminderen, er 2 overlaten. Ja. Nico, wat vind je? Is dit het moment van destructie? Ja. Zijn dit er? Dit zijn er 6. Oké. Ik heb er 2 gelaten. En nog een volle is, zeg. Oké, die heeft ze allemaal gewogen en gedaan. Ja, gemeten en alles. Oké, hartstikke mooi.
is wat, zulke kleintjes. Oog is nog dicht. Ja. Het is wel zielig, hè? Het is wel zielig, maar ja, wat doe je eraan? Dat is vossenbeheer. Ja, toch over een viertje? Ja, er lag een viertje in, ja. Maar nu een drietje. Daar doe je soms niets aan. Even wat nestmateriaal weg. Een guldje steken voor de aantal logger. Kijk, okay, lekker een wurmpje. Nee, steek hem maar vast, want de vossen en zo die kunnen aan gaan trekken. Even kijken, nummer. Voordat ik hem eronder stop. 14. Oh. Ja, dat had ik al te kijken. Dat had ik al te kijken. Ik denk, dat gebeurt ons geen tweede keer meer. Nou, mij bijna wel. Ja, ja, maar ons niet. Ja, ons niet. Deze loggers die meten elke 2,5 minuut de temperatuur. En daarmee stel je dus vast of het beest op het nest zit of weg is. Ja. En het idee is... dat we dan de activiteit van die zendervos, die we elke 6 minuten meten waar die is, en deze met elkaar in verband brengen, dat als die 's nachts van het nest afgaat, dat we kunnen kijken, is dat dan die vos die het veroorzaakt heeft en op welke afstand gebeurt dat dan en eet die dan eventueel de eieren op enzovoort. Nou, eens even kijken. Het was perceel 4, 5 en 6. Dus dat zijn deze twee. Nou, daar gaat niks omhoog. Maar het oogt opeens heel rustig in dit veld. In vergelijking met zaterdag toen waren er gewoon heel veel vogels. Ja, dit lijkt me toch wel echt fors hoor. Kijk hier. Hier staat volgens mij toch echt een bek in als je het zo bekijkt. Kijk hier. Hier een hoektand en hier een hoektand. Dat zie je. Ja, dit is geen kraaiwerk. Mijn boerenverstand zegt dat dit fors is. Maar je zou gewoon zweren dat hij hier zo'n bek hebt ingestaan. En dan leeg slobberen. Ik bedoel, ja. Zo zie ik dat voor me hoor. Hier is er nog eentje. Hier hebben we nog een nest. Ook leeg. Je pakt zo het lijntje en hij heeft gewoon... Er zijn gewoon 4 grutters op deze lijn, zijn er allemaal verdwenen. Daar moeten ze liggen volgens de GPS, hè, die jongen. Ja. Maar zo te horen ligt Jolanda zelf ietsje verder weg. Maar ja, oh ja, dat kan best. Dat gaan we zien. Dus klimmen we er allemaal overheen. Jo. Nou, zeg. Wat doet die hond? Hij is dood. Nee? Daar ligt Jolanda, dood. Ja. Zo. Nou. Wat doet die hond, jongen, jongen. Krijgen we nou? Wanneer heb jij hem zien lopen? Nou, gisterochtend. Met zender. Duidelijke zender. Ja, dat was een vorst met inderdaad een duidelijke... Nou, ik heb die door nou ingekropen waar hij ook is. Dus, Zinnig kreeg. Ja. Hij lijkt wel wel om langer te leggen. Ja? We kennen gisteren... Nou, hij stinkt ook al. Hij stinkt er vooral naar vos. Jongen. Ja, daarom zeg ik, hè. Van, daar liep eentje die lijken inderdaad van hoog rond hebben. Kijk, er zit nog wel melk in, zie. Ja. Jongen. Hoe kun je dat nou? Nou, dan komen we die nestenloggers hebben ook niet veel meer aan. Althans, jongen. Kijk, melk zit er nog. Dit is in. Nog niet zo lang volgens mij. Is hij aan het vechten geweest? Kijk eens of hij. Kun je dat wat een zien op? Maar wat nou de doodsoorzaak is, het. Is niet duidelijk hoor.
wel mager, maar niet extreem. Dat hoort in deze tijd, ja. Oké. Okay. Nou ja, dan is er dus een kleine kans dat die jongen nog... of een kans dat die jongen nog leven. Laten we die maar gelijk eerst even opzoeken. Ja. Eerst weer even ontvangst hebben, dan... Dat vind ik zonde, gewoon. Jongen. Ja. Hé? Bijt hij ze dood of niet? Ja. Nou, hou hem dan nog even kort. Laten we het even zonder hond proberen, want hier kunnen ze al liggen. Kijk, wel pro-rest hier hoor. Maar ja. Wilde één mannetje. Kijk, en daar ligt nog een beest. Nee, dit is een onverwachte ontknoping. Jongen. Ja, het is een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg nu, hè. Het is duidelijk, de legers hebben we gevonden. Die lagen ook precies op de plek waar de signalen van de zender altijd vandaan kwamen de laatste dagen. Dus dat klopt allemaal wel. Maar wat er met die twee jongen gebeurd is, geen idee. Kunnen ze meegenomen door een andere vos of doodgebeten of zelf weggelopen? Ze zouden net de leeftijd hebben dat ze zelf een beetje gaan lopen. Terug! Dat kun je wel zeggen. Ja, het is niet de bedoeling van het experiment. Ja, is goed gegaan hier. Kijk, mooie lange poten. Echte steltlopers. Ja, maar hij heeft nu contact in met die ouwe hierboven. Die komen hier flink rondvliegen. Wat was het mooiste moment van het afgelopen seizoen? Dan is dat altijd... Ja, dat er pulletjes in nest zaten of dat er een ei... echt op punt van uitkomen staat en dat je dat hoort piepen en dat het snaveltje erin gaat. En als je je best ervoor gedaan hebt om het te beschermen, boeren en vrijwilligers, dan komt niet zoveel van terecht. Als je iedere keer bij een nest komt wat iedere keer wel leeg is, ja, dan is het ontzettend balen. En dan krijg je wel af en toe zoiets van, shit, die rotvors weer langs geweest. De huid hoort er zo uit te zien, onbeschadigde huid. Maar hier zie je al een bloeduitstorting. En hier die voorpoot, die is, het bovenste deel van de voorpoot is ook beschadigd. Hier is bloed in de spieren, bloeduitstortingen en onderhuids. Dus hier is geweld aan te pas gekomen, trauma. Hier zitten... twee gaten die op bijtsporen door de hoektanden wijzen van een hond of een vos. Zo ruim 3,5 centimeter uit elkaar. Ja, hier zit ook een duidelijke... Hier zit ook een duidelijke deuk. Het kan zijn dat vossen toch onderling gevochten hebben voor dit gebied, zeg maar.
Dat ze daarbij het onderspit gedolven heeft. Of dat ze de jongen heeft verdedigd tegen een andere vos. Of misschien toch een hond. Maar veel honden komen daar eigenlijk niet. Dus die kans is ook een beetje klein. Daar gaat Yolanda.